Zo, welkom bij een nieuwe video. Ik neem deze video op vanuit Dubai, want Lars en ik zijn op vakantie. En ik zit een beetje geïmproviseerd in de hotelkamer. Ik ben net wakker, dus vandaar dit hoofd. Maar ik ga even kijken of ik op een kussentje kan zitten. Nu ben ik een beetje half gaar aan het hurken. Het zit niet ideaal. Dus ik ga het even zo proberen. Ja, dit is beter. Ik heb even eten besteld, dus waarschijnlijk komt dat binnen terwijl ik deze video opneem. En Danique komt zo even koffers brengen, dus die kan ook binnenkomen. Just so you know. Ik ga ook niet een te langdradige video van maken. Oké, top. Ik zou sowieso die doosjes niet doen. Nee. Ik wil alleen maar... Ja, is. Oké, ik ga even uitchecken zo. Ja, is goed. Hier beneden? Ja, ik ga nog even eten en ik ben een video aan het opnemen, dus die moet ik even online gooien zo. Oh, oké. Doeg! Maar goed, zoals ik denk heel veel van jullie al hebben gezien op Instagram of niet op Instagram, het nieuws. En voor mensen die het nog niet weten, Lars en ik zijn in verwachting. Het klinkt zo raar om dat te zeggen. Ik kan het gewoon, zeg maar, wij weten het natuurlijk gewoon echt al een tijdje. Alleen nu, zeg maar, nu andere mensen dat ook weten, lijkt het ook echt zo. Ja, het soort van, het is echt zo. Je weet wel dat het echt zo is, maar ja, I don't know, ik dat uitleg. Ja, ik ben zwanger en wij krijgen dus een kindje. En eigenlijk, ik neem deze video op omdat in deze setting, omdat ik eigenlijk van plan was dat op een ander moment te doen. Maar helaas is het zo dat sites of tv-programma's of whatever, wat je het ook wilt noemen, zoals Shownieuws, via bronnen hebben gehoord dat ik in verwachting zou zijn. En van de week dus kwamen met, wij gaan het naar buiten brengen. I don't care, want als wij het weten, weten andere sites het ook. En wij willen de eerste zijn. Waarop ik zoiets had van, oké, maar misschien is het logisch dat ik de eerste wil zijn als ik degene ben die zwanger is. Maar dat, daar konden ze niet echt sympathie voor opbrengen, want ze wilden per se de allereerste zijn. Dus heb ik eigenlijk toen noodgedwongen een foto moeten posten op mijn Instagram waarin ik het zelf bekend maakte. Omdat ik, ja, we waren aan het varen met Danique, Pieter, en Lars en George en Nick. En superleuk. En toen ineens had Stanley mij gebeld. En toen bleek dus dat dit aan de gang was. Dus waren we eigenlijk een beetje genoodzaakt om een foto te maken en die te uploaden. Ja, ik vind dat soort dingen gewoon heel erg jammer. Gewoon vooral omdat je zwangerschap is toch echt iets van jouzelf. En ik snap dat ik mijn leven deel. Oké, zo ben jullie terug. Oh, ik heb ook ineens een groter glas gevonden waar ik mijn camera op kan zetten. Dus zo, doen we het zo. Ja, ik wil absoluut niet veel ingaan op het hele mediaverhaal. Want ik vind dat zonde van mijn tijd, van mijn energie. Ik ben ontzettend gelukkig, of wij zijn ontzettend gelukkig. Ik zou eigenlijk deze video met Lars opnemen, maar ik was veel te laat wakker. En ik moest nog even voor het nieuwe jaar. En ik kan toch niet in de zon. En hij wil heel graag bruin worden, dus ik zei ga lekker bij het zwembad liggen. Het komt er dus op neer dat ik dit eventjes ook nog in de video wilde vertellen. Omdat ja, ik natuurlijk gestopt ben met dagelijks vloggen. Dat heeft ook inderdaad te maken met de zwangerschap. Ik heb daar best wel veel vragen over gehad. Van goh, waarom nou en bla bla. Nou ja, het is natuurlijk ook, er is straks namelijk een kindje. En die wil ik gewoon niet dagelijks blootstellen aan de camera. Ik weet nog niet echt een goede manier waarop ik dat wel wil gaan doen. Daar ben ik heel erg over aan het nadenken. Ik vind het heel lastig. Omdat mijn leven zich natuurlijk voornamelijk op internet afspeelt. Dus ik deel eigenlijk bijna alles wat ik doe. En ik wil natuurlijk niet dat ik dat per se ga bepalen voor ons kindje. Dus ik vind dat een beetje lastig en daar zijn 100.000 meningen over. Maar uiteindelijk ben ik natuurlijk degene die daarin bepaalt. Maar ik heb daarvoor wel gekozen om niet dagelijks te vloggen, want dan ontkom je er bijna niet aan. En dat vind ik zelf niet
Dat zou ik zelf niet fijn vinden voor ons kindje. Ik noem het de hele tijd ons kindje, maar wij weten eigenlijk al wat het is. Maar dat houden we, het geslacht houden we geheim totdat de baby geboren is. Maar het is heel vervelend, want ik wil eigenlijk in hij of zij praten. Maar dat kan nog niet. Ja, en verder, ik heb een aantal vragen gekregen of het gepland was. Het was absoluut gepland. We zijn echt mega happy ermee. Mason krijgt natuurlijk een klein broertje of zusje, dus dat is ook super leuk. Dat eigenlijk mijn eerste kindje al sowieso een oudere broer heeft, vind ik echt ontzettend leuk. En ja, dat eigenlijk. Ik neem aan dat er nog wel wat vragen zouden kunnen zijn. Dus als je vragen hebt, stel ze vooral op beneden en dan zal ik proberen er zoveel mogelijk op te reageren. Ja, ik wilde gewoon even deze video opnemen, omdat ik het toch eventjes snel wilde zeggen. En ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wil wensen. En voor mij 2018 echt al het allerbeste jaar ooit is. En ik nu nog even een paar dagen ga genieten van de vakantie. En ja, ik ben gewoon heel blij en dat wilde ik even met jullie delen. Dus bedankt voor het kijken. Doei!